Hallo, ik ben Radium Canadia van School en Wijk Televisie en ik ben hier met Jess en Gwendolyn. En ik zit nu in het restaurant Mr. Wok. En ik ga straks de kok interviewen om te vragen hoe het is om een kok te zijn. Wie bent u? Mijn naam is Guiyin. Wat een mooie naam. Hier heb je dan de wokgedeelte, waar mensen zelf ingrediënten kunnen pakken. Hier kunnen de klanten gewoon zijn eigen ingrediënten samenstellen. Vervolgens aan de kok geven en een salsa uitkiezen. Als je verder doorloopt, dan hebben we de koud en de fruitbuffet. Hier hebben we dan sushi, we hebben salades, we hebben gerookte zalm of makreel en dan garnalen. Daarna hebben we nog een ijs. Wat kun je zien is het warm buffet. De meeste voorgerechten, hier zijn de hoofdgerechten. En die twee ronde bakken, dat zijn basi en bami. Hoe is het om een kok te zijn? Goeie vraag. om kok te zijn is hard werken. Ja, vroeg opstaan en dan 's avonds laat naar huis. Hoe laat staat u op? Om 9 uur. 's Avonds om ongeveer 10 uur ben je klaar en dan moet je nog opruimen. En dat duurt nog tot 11 uur ongeveer. Dus. Is het niet vervelend als je niet kan uitslapen en als je heel erg moe naar huis moet? Ja, dat kan niet, hè. Dat hoort bij een kok. Bakt u liever altijd een teppanyaki of op de wok? De wok. Waarom vindt u dat? Wokken is wat makkelijker. Welke stappen moet je dan doen bij de teppanyaki? Bij de teppanyaki dan moet je gerechten samenstellen. En bij de wok hoeft dat niet? Bij wokken doet de klant zelf. Hij pakt zelf de ingrediënten. En bij de teppan moeten we zelf pakken. Ja, wokken is zoals die meneer daar staat. Je kan gewoon zelf ingrediënten samenstellen. En dan moet je aan de kok geven. En vervolgens maakt de kok de gerecht klaar met een saus erbij. Kunt u het ons laten zien? Dit is Japanse sojasap, dit is mapo-saus. Vervolgens hebben we Thaise curry. En kompo-saus. Knoflooksaus. En een zwarte pepersaus.